Elke dag reizen er meer dan 1 miljoen mensen over het Nederlandse spoor. Even voor je beeld, daar vul je makkelijk alle voetbalstadions van Nederland mee. Daarnaast worden ook veel goederen over het spoor vervoerd. In 2021 reden er zelfs meer goederentreinen dan ooit. Je kunt je misschien voorstellen dat het een hele opgave is om dat in goede banen te leiden. Treinen zijn groot en zwaar. Ze hebben stalen wielen en rijden op ijzeren spoorstaven. Met hoge snelheid rijden ze door het Nederlandse landschap. Maar moeten ze stoppen? Dan komt daar een lange remweg aan te pas. Soms wel een kilometer lang. Bovendien kan een trein niet naar links of naar rechts uitwijken. En daarom moet de veiligheid dus goed op orde zijn. Vroeger had het veilig laten rijden van treinen nogal wat voeten in de aarde. Moet één man orde scheppen. De treindienstleider. Hij beslist waar en wanneer de treinen zullen binnenkomen. Toen werd de beveiliging nog fysiek geregeld met sleutels, grote hendels en vergrendelingen. Maar mede dankzij de Amerikaanse Marshallhulp van net na de Tweede Wereldoorlog wordt het spoor nu elektronisch beveiligd. En dat systeem noemen we treinbeveiliging. En die treinbeveiliging regelt drie dingen. Allereerst zorgt het dat de wissels in de juiste positie staan en ook blijven staan. Dat voorkomt ontsporingen en botsingen. Daarnaast zorgt het ervoor dat er nooit twee treinen op hetzelfde moment op dezelfde plek rijden. Stel, de trein van Leiden naar Utrecht rijdt over spoorbaan A, dan krijgt de trein van Den Haag naar Utrecht pas een paar minuten later toegang tot dat stukje spoor. Op die manier kunnen twee treinen nooit te dicht bij elkaar in de buurt rijden en voorkomen we aanrijdingen. Tot slot zorgt de automatische treinbeveiliging ervoor dat alle overwegen die een trein op zijn route kruist, automatisch dicht en weer open gaan. Een deel van ons spoor wordt dus beveiligd met elektronica van ruim 70 jaar oud. Maar die techniek heeft een houdbaarheidsdatum. Onderdelen worden straks niet meer gemaakt en de technici die dit systeem kennen gaan op den duur met pensioen. Het huidige systeem is dus aan vervanging toe. Nu er steeds meer aandacht komt voor duurzaam vervoer, wordt de trein een alsmaar populairder alternatief voor het reizen over de weg of met het vliegtuig. Dit brengt uitdagingen met zich mee, want het moet natuurlijk wel veilig blijven. Met goede treinverbindingen dwars door Europa moet het voor goederenvervoerders steeds eenvoudiger worden om met de trein de grens over te gaan. En reizigers kunnen straks niet alleen nog makkelijker met de trein naar Parijs of Berlijn, maar bijvoorbeeld ook naar Wenen of Milaan. Om die Franse croissants, de Weense opera of zelfs de Spelen van 2026 nog dichterbij te brengen, is het belangrijk dat de verschillende Europese treinsystemen dezelfde taal spreken en goed samenwerken. Daarom is besloten om één overkoepelende technische standaard te introduceren, het European Rail Traffic Management System, oftewel ERTMS. Om aan de ERTMS-standaard te voldoen, hebben we wel een cruciaal onderdeel nodig en ook daar hoort een fancy titel bij, het Central Safety System, of CSS. Dit vormt het digitale hart van de nieuwe treinbeveiliging. Via dit systeem sturen we onderdelen aan en communiceren met alle betrokken partijen. Het CSS zorgt voor veilige rijwegen, bewaakt die en bestuurt de wissels en overwegen. Het praat met verkeersleiding, machinisten en beveiligingssystemen in omliggende landen. De komende jaren geeft ProRail het oude treinbeveiligingssysteem een flinke upgrade om te voldoen aan de Europese standaard. Van analoog naar bits en bytes dus. Van Walkman naar Spotify. En van een bakelietentelefoon naar 5G. Concreet vernieuwen we veel IT-systemen, voeren we testen uit op het spoor, leggen een nieuw glasvezelnet aan en verwijderen vrijwel alle lichtseinen. Daarnaast moeten er maar liefst zo'n 15.000 mensen worden opgeleid die met ERTMS te maken krijgen. Als reiziger merk je hier niet zoveel van en kun je rustig van je treinrit genieten. Maar voor iedereen die werkt in de spoorsector worden dit grote veranderingen. Het is dus een enorme klus. Maar deze omschakeling naar ERTMS zorgt ervoor dat het Nederlandse spoor veilig en betrouwbaar blijft. En dat er in de toekomst nog meer treinen over dat spoor kunnen rijden. Zo brengen we iedere bestemming steeds een stukje dichterbij.